Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Saaie Belegger. En vandaag spreek ik met Mees, Mees Wijnands. Uh, misschien voor de jongeren wel bekend. Voor mij was je nog niet zo bekend. Maar goed, uh, ik ga je hopelijk tijdens dit gesprek nog wat beter leren kennen, Mees. Ja, zeker. dat ik welkom mag zijn. Ja, leuk dat je naar Volnaam bent gekomen. Um, ik ga meteen met de, met de vraag beginnen waarbij ik met al mijn gasten begin. Um, hoe ben jij financieel opgevoed, Mees? Uh, ja, bijna allebei mijn ouders werken eigenlijk gewoon. Ze hebben gewoon een baan. Uh, altijd sparen, uh, geen schulden maken. Het klassieke verhaal, eigenlijk een beetje. Ja. ja, maar je doet het zelf wel wat anders. Ja, ietsje anders. Ja. Was je op je leeftijd al bezig met geld? Uh, nee, niet echt eigenlijk. Eigenlijk pas vanaf mijn achttiende dat ik echt uh, een beetje veranderde daarin. En daarvoor was ik eigenlijk gewoon alleen maar aan het voetballen en aan het genieten en uh, lekker ja. buiten bezig. Ja. En uh, niet echt bezig met geld. Maar sinds mijn achttiende is het echt van oké, okay, nu moeten we even aan de slag gaan. Ja. Had je wel bijbaantjes daarvoor al of dat ook niet echt? Ja, ja maar ook wel echt een hekel aan, aan ja. bijbaantjes. Ja, ja, vind het ergste wat er is. Bijbaantjes vind ik echt vreselijk. Oké, okay, wat, wat deed je dan? Ja, wat, wat niet. Ik heb een hele hoop gedaan. Ik heb uh, JBL speakers verkocht in de mediamarkt. Ja. En uh, Harman Cordon speakers. Ik heb uh, bij de Dirk gewerkt, supermarkt. Ik ben postbezorger geweest. Ja. Ik heb een dag bij een strandtent gewerkt. En een toen dag. ben ik ermee gestopt. Okay. Ja. <laughs> ik heb een dag bij een Italiaans restaurant gewerkt. Toen ben ik ermee gestopt. Ja. Uh, ik heb op Schiphol gewerkt nog. Ja. Moest ik flyers uitdelen. Allemaal uh, rare dingetjes. Ja. Maar, ja, maar een Maar een hoop ook. geprobeerd. Ja, hoop geprobeerd. En toen op je achttiende dagje. Nu ga ik het anders doen. Ja, inderdaad. Nu ga ik wat leuks doen. Ja. Nu gaan we ondernemen. Ja. Waar, waar kwam dat dan vanuit een bepaalde richting? Dat je dacht, ik ga dat doen? Of was dat gewoon pure intrinsieke motivatie of gemotiveerd doordat je iets op internet had gezien? Ja, ik wilde gewoon eigenlijk... Ik vond al die baantjes helemaal niks. Want dan moet je elke keer daar zijn. En dan gaat iemand je vertellen van... nee, je moet niet zo doen. Je moet FIFO vullen of zo. En dan dacht nee. ik echt altijd... Oh, ja, houd toch op, man. Dat, <laughs> daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je wel. Ik heb helemaal nee. geen zin in dat iemand anders me gaat vertellen... wat ik moet doen allemaal. Nee. Dus ja, dan is maar één optie. En dat is gewoon ondernemen. Ja. En uh, vandaar toen we begonnen met mijn eigen webshopje. Ja. En uh, zo is het verder uitgerold. En nu, uh, nu zijn we hier. Ja, en met je webshopje, zeg je... was het dropshippen of gewoon... had je echt een product wat je zelf... Verkocht? Nee, het was op bol.com, dus uh, was gewoon met voorraad. Dus was gewoon ja. voor 12 uur besteld, morgen naar huis, uh, keurig. En uh, was gewoon op voorraad bij een groot uh, warehouse in Brabant. Ja. Wat voor producten verkocht je dan? Ja, Deur. ook van alles wat voor alles ja. werd verkocht, Pokersets poker sets heb ik verkocht. Ja. Dus uh, als iemand de poker set heeft gekocht op bol.com in 2020 of 2021, is hij waarschijnlijk van mij geweest. Nou, grappig. Ja. <laughs> en, ja, kinderstepjes, stuntstepjes, uh, speelgoed, van alles. Ja, doe je dat nog steeds? Nee, ben ik mee gestopt. Oké, okay. waarom ben je mee gestopt? Uh, puur omdat uh, mijn tijd zeg maar, een hogere return had als ik het in TikTok besteedde dan aan bol.com. Dus als ik een uur aan TikTok besteed, krijg ik er meer geld voor terug dan wanneer ik een uur aan bol.com zou besteden. Nee, dus zeker. ja, dan is het logisch om te stoppen. Nee zeker. Ja, ik vind het heel fascinerend hè, dat, dat ja, jij, jij valt onder de categorie uh, influencer, zoals we dat dan noemen. Mm -hmm. um, ik vind dat een, een fascinerende uh, omgeving om te kijken dat je zegt, ja, als ik een uur aan TikTok besteed, dan verdien ik daar per saldo dus meer aan dan dat ik een webshop run waar je gewoon je producten eh, verkocht. Ja. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat het zo lucratief is geworden? Nou, vooral omdat op TikTok en Instagram en nu ook YouTube Shorts je zeg maar je hebt organische groei. Dat had je hiervoor nooit. Dus je kan een video posten met nul volgers en dan kan je een miljoen views krijgen. Ja. Dus als jij gewoon een goede video maakt en ook even research doet op uh, wat er nu trending is en wat er nu gaande is, zeg maar, dan kan je in één keer daarop blazen en uh, echt groot worden. Ja. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor. Dat kan niet met bol.com. Nee. Snap je? Of met iets anders. Want je kan niet een product nu posten of plaatsen op bol.com... of in je webshop en dan in één keer 5000 stuks verkopen. Nee. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Ja, tenzij je vragen op TikTok en dan allemaal mensen daarheen stuurt. Nee. Maar dat is de enige manier waardoor je zeg maar, zoveel mensen in één klap kan bereiken zonder kosten ook nog. Ja. Dus dat is gewoon, uh, ja, in mijn opinie, de beste manier nu. Ja, maar jij zag dus na een tijdje dat TikTok uh, ontstaan. Ja. En toen dacht je, ik ga daar een, een, mo een model omheen bouwen voor mezelf om ja. daar geld aan te verdienen. Ja. Nou, ik, zat, ik zat letterlijk te googelen van how to get rich. Ja? Dat, dat doe ik wel eens. Gewoon even ja. kijken wat er dan opkomt. Weet je wel. En toen zag ja. ik er dus staan van, uh, oké, okay, uh, grow on TikTok. Want dat is nu een hele grote uh, kans. En uh, ja. dat was toen nog 2021 een beetje upcoming. Dus ik dacht, nou oké, okay, googelen, How to grow on TikTok. Uh, dan krijg je zo'n stappenplan. Zo'n artikel die iemand geschreven heeft. So, nou, dan volg je dat letterlijk. En dan werkt het. Ja. En uh, zo is dat gebeurd. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel jongeren. Hè? Tegenwoordig als er in de klas gevraagd wordt, wat wil je laten worden? Dan zegt 90% geloof ik... Uh, influencer. Is het zo makkelijk? Ja. Het is niet moeilijk. Nee? Maar ik zou mezelf niet klassificeren als influencer. Ik zou mezelf meer uh, klassificeren als ondernemer die dan ook nog wel eens content erbij maakt. Zeg maar. okay. Want ik deed het wel puur um, met de intentie zeg maar om mijn onderneming te laten groeien. En niet omdat ik het zo leuk vind om video's te maken of iets dergelijks. Nee, oké. Okay. Dus dat, daar zit nog wel, daar zit er nog wel een, een onderscheid in. in ja. soort uh, type wat, wat dan op TikTok actief is. Ja. Maar je zegt het is niet moeilijk. Iedereen zou het dus... Kunnen. Wat ja. zijn de basis ingrediënten die je nodig hebt om uiteindelijk succesvol te zijn op TikTok? Uh, niet het wiel opnieuw uitvinden. Dus gewoon kijken wat er al goed is gegaan, zeg maar. En dat eigenlijk min of meer kopiëren, en net of iets verbeteren. Okay. En niet denken van: oké, okay, ik vind dit leuk, dus dan zullen wel veel meer mensen dat leuk vinden. Want dat ja. is gewoon niet zo. Je moet gewoon kijken naar data. En dat, dat is eigenlijk hetzelfde als jou, denk ik. Kijken ja. naar data. Um, wat zijn de trends in de markt? Wat gebeurt er een beetje? En daarop inspelen. Ja. En niet vanuit je eigen gevoel uitgaan. Dat, uh, ja. Dan ga je de mist in. En maak je ook wel eens content dat je denkt van, ja, ik doe dit echt puur omdat ik nu zie in de data, dit moet ik maken. Ja. Ja, oké. Okay. <laughs> maar dan ben je wel inderdaad echt een beetje een slaafje van het algoritme. Dus dat probeer ja. ik ook zo min mogelijk te doen. Nee, oké, okay. snap ik. Maar goed, je bent redelijk groot nu op TikTok. Je hebt een hoop volgers. Je hebt een hoop bereik als ik naar je video's kijk. Geeft dat voldoening? Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, Zeker, je ja. wordt herkend. Ik was, ik kwam, was op de IX-beleggersdag, daar was jij ook. Toen zei een collega van mij, van mij: Hey, dat is Mees Wijnalds. Ja, eerlijk gezegd, ik had op dat moment nog nooit van je gehoord. <coughs> en uh, nou goed, toen zijn we met elkaar in een gesprek gekomen. Mm -hmm. Word je vaak herkend op straat? Op die manier? Ja, valt wel mee. Valt al mee. Uh, in januari ietsje meer, omdat ik toen bij uh, op tv was geweest. Ja. Dat heeft toch nog wel een grote impact, merken dan. Ja. Maar uh, nee, nu valt nu al mee. Alleen met uitgaan af en toe. Wel als dat mensen je aankijken, weet je wel. Maar op straat heb je dan niet genoeg. Dan ga je niet iemand storen, zeg maar, in zijn dag. En nee. als je met uitgaan bent, dan heb je een drankje op. Dan denk ja. je, nee hey, meisje, die gast op TikTok? Eh. Ja, dan gaat het wel dan makkelijker. Het wel makkelijker ja. Ja. ja, Grappig. Hey, um, je rijdt ook een hele mooie auto. Dankjewel. Mooi, ja, ik vind hem in ieder geval heel mooi. Um, is dat belangrijk om te hebben voor jou? of, of, of als? Ja, voor ja. mij wel. Ik vind het erg leuk om te hebben, ja. ja. Ik vind dat, uh, ik had eerst al een andere auto. Nou, die was toen gecrashed. Ja. Toen reed ik weer in mijn oude Renault. En dan denk ik toch wel, ja, dit kan eigenlijk niet. Ik nee. wil toch gewoon een mooie auto hebben. Ik okay. vind dat gewoon het. Ik ben gewoon autofanaat ook, auto gek. Ja. Dus ik vind dat gewoon een van de mooiste dingen die er is wat je met geld kan kopen. Ja. Ja, het, het is fijn om te horen dat je het ook echt zelf heel mooi vindt. Want ik heb soms ook wel het idee, als ik naar YouTube kijk of op TikTok. Dus ik zie ik in heel veel jonge mensen met hele mooie autos voorbij komen. Uh, en soms heb ik wel het idee, dat doen ze dan puur voor de aandacht. Het zal vast helpen, maar is het heel, is het heel ja. belangrijk om te hebben of niet? Nee, voor de aandacht hoef je niet te doen. Nee? Nee, valt wel mee. Nee. nee bij mij in ieder geval niet. Tenminste, nee. dus die vorige auto krijgt wel veel aandacht, maar om de verkeerde reden. <laughs> ja, precies. Maar dat heeft wel geholpen, maar uh, nee, die, deze niet eens zo heel veel. Ik vind het meer gewoon echt leuk. Het ja. kost zeker meer dan dat het oplevert. Maar ja, een beetje negatieve aandacht is soms ook goed, toch? Ja, negatieve aandacht bestaat niet, toch? Nee, ja, Alle dat aandacht is aandacht. Ja, dat dus, is, uh, is allemaal goed. Ja, en over je tv uit, uh, Je bent op tv geweest. Dat heeft dan ook weer een stukje bijgedragen aan wat bekendheid. Hoe, hoe kwamen ze bij jou uit uiteindelijk om, om je uit te nodigen? Weet je dat? Ja, nee, ik heb geen idee. Volgens mij via een podcast dat ik ooit een keer wat over uh, hem had gezegd. Ja. En ik uh, was nog wel grappig, want ik zat toen in Spanje. En ik kreeg een DM van uh, iemand. En die zei dus van, ik ben de redactrice van Opeen. Ja. En ik had nog niet gereageerd. En vijf minuten later belt ze me ineens. Okay. Dus ik denk... Hoe kom je aan mijn telefoonnummer? Ja, <laughs> Dat kan ja. helemaal niet. Nee. Dus blijkbaar heeft wel op één of de NPO ook nog eens toegang tot, uh, tot database of iets dergelijks. Maar okay. uh, ik werd ineens gebeld en ik zei ja, waarom niet? Ja, Let's leuk. do it. Ja, ja. Cool. Meisje, even terug naar, hè. Je, bent, je bent gaan ondernemen vanaf je achttiende. Je hebt verschillende dingen geprobeerd. Wat houd je nu bezig? Waar ben je, nu? je bent nu 22, dus een aantal jaar verder. Wat houd je nu bezig? Hoe kijk je nu als ondernemer naar hetgeen wat je aan het doen bent? Nou ik ben nu ietsje meer, uh, zeg maar wat ik eerst deed was gewoon mijn TikTok video's maken en dan daaruit dingen verkopen of promoten. Maar dat is niet uh, sustainable voor lange termijn. Dus als ik een dag niks doe, dan nee. gebeurt er ook niks. Nee. Dus dat heb je eigenlijk geen bedrijf en heb je gewoon een baan. Ja. En dat is wel een goed betaalde baan, maar je moet eigenlijk jezelf uit het bedrijf kunnen plaatsen. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig en daar heb ik twee bedrijven gestart. Eentje is uh, AI Assist. Ja. En dat is eigenlijk een uh, software en daarmee beantwoorden we klantvragen van webshops binnen 100 seconden door middel van AI. Dus we leren gewoon alle uh, productinformatie en retourinformatie, et cetera, aan onze AI. En die beantwoordt dan alle e-mails automatisch. Maar ja. nou, daar ben ik nu mee bezig, dat is sowieso een hele passieve vorm. Want als dat eenmaal staat, als je eenmaal een klant binnen hebt, hoef je daar daarna niks meer te doen. Nee. En uh, VolaGo is mijn tweede bedrijf en dat is een marketplace voor influencers en uh, merken. En dan kan je zeg maar, um, stel jij wil een video kopen bij mij bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je dus naar Follego gaan. Dan zie je mij daar staan? Een prijs voor een sponsored post voor de saaie um, En dan kan je dat gelijk kopen en zeggen. Hé, hey, ik wil dit en dit en dit. Um, kan je dat op deze datum uploaden? Nou ja. en dan is dat gelijk geregeld. Oké, okay. zo, zo simpel kan dat zijn. Ja, dat is lekker makkelijk. Ja. Vind je dat bedrijven daar meer gebruik van moeten maken, van influencers? Ik denk dat het wel. Nou, nee, niet de toekomst is. Het is al gewoon, je moet het wel doen, denk ik, inderdaad. Ja. ja. Ik zag je een filmpje bij jou op je TikTok geloof ik waarin je bijvoorbeeld. Uh, benoemde van een restauranteigenaar. Ja. Van nod nodig ja. influencers uit. En dan hoop je uiteindelijk dat je ook nog organisch gevonden wordt. En weet ik wat allemaal hoe, hoe dat werkt op TikTok. Uh, geef, je, geef je ondernemers ook wel eens advies? Dat gebied? Ja, gewoon informeel advies. Ja. Ja. Niet uh, professioneel is dus dergelijks. Ja. Maar gewoon inderdaad, we praten we wel eens over. Ja. Maar ik zie het meer van stel, stel ik zou nu een nieuw restaurant openen, bijvoorbeeld. Of ik zou, ik zou nu een nieuw bedrijf starten. Dus deze ja. twee bijvoorbeeld. Ja. Dus dat doen we daar ook mee. Um, hoe zou je dan zo snel mogelijk klanten bij je kunnen krijgen? Het is heel simpel. Als je nu een restaurant hebt, ik nodig gewoon vijf influencers uit, of tien hmm. of vijftig, ja. om gratis te eten in Amsterdam. Nou, wie wil dan niet gratis eten in Amsterdam bij een heel mooi nieuw restaurant? Dat is niet zo moeilijk. Nee, dat wil bijna iedereen wel. Ja, daarom. Nou, ze maken een fotootje, een storytje, iedereen ziet het overal. En je bent gelijk bekend bij 100.000, 400.000 mensen. Ja. Dus ja, wat is nou een makkelijkere manier dan dat? Nee, dat, dat, dat is een makkelijke manier. Ja. Zouden meer ondernemers moeten, moeten gebruiken, wij ook overigens. Um, je, je profileert jezelf ook je bent ook heel veel bezig met beleggen. Uh, of je geeft tips aan jongeren om, om ook iets met beleggen te gaan doen. Hoe, kijk jij, hoe ben je in het beleggen gerot? Is dat iets wat je vanuit huis hebt meegekregen? Ja, ik ben er altijd wel geïnteresseerd in geweest al. Uh, sinds vroeger zat ik altijd wel al een beetje te kijken met aandelen en uh, een beetje handelen en zo. Ook uh, toen je nog geen 18 was, dan op je, op je vaders account en yeah. zo, weet je wel. Gewoon een beetje kijken en uh, dat soort dingen. En uh, ik vond het altijd wel leuk. En ik heb ook toen ik 18 was trouwens zo'n profielwerkstuk Minister Hoekstra geïnterviewd. Oh, cool. Over de AIX, ook, dat was ook wel leuk. Ja. En uh, uh, ja, ik vind het gewoon interessant hoe dit allemaal werkt. En we proberen geld te verdienen ook eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk de grote hobby. Ja. En je draagt heel erg uit van, ga nou ook iets doen met je geld als je jong bent. Ja. Uh, merk, je dat, merk je dat je daarmee impact kunt maken? Ja, zeker. Er zijn echt wel duizenden mensen begonnen met investeren door mijn video's. Ja. Als ik gewoon puur kijk naar de resultaten van mijn affiliate uh, ja. campagnes. Dus dat kan je daardoor al zien. En uh, ik vind het sowieso een beetje raar dat dat niet algemeen, dat niet iedereen dat doet. Ja. Want je hebt pensioenen in Nederland, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op het hele stelsel. Nee. Je kan beter voor jezelf zorgen, want als je vertrouwt op de overheid, word je uiteindelijk gewoon genaaid. En ja. dan kom je echt bedrogen uit. Ja. Zeker als je over 60 jaar kijkt, uh, hoe weinig die euro dan ook nog waard is. Ja. Uh, je moet gewoon voor jezelf zorgen en anders dan ben je de lul. Dus ja, zo zie ik het een beetje. Ja. Wat, ik wel, wat ik wel interessant vind, want um, jij denkt, of denk ik, er zijn een groepje mensen die denken zoals jij denkt en ik ben daar een van. Um, maar er zijn ook heel veel jongeren die denken niet zo. Hoe, hoe is dat in jouw vriendenkring? Hoe was dat bij jou op school? Hoe, hoe verhouden zich dat? Want jij, ergens heb jij dit geleerd en heb je gezegd, hé, hey, dit moet ik gaan doen. Ik moet niet gaan vertrouwen op de overheid of voor een goed pensioen. Ja, ik, hoe dat met mijn vrienden gaat. Ja, ja uh, sommigen zijn het wel mee eens. Veel zijn het er mee eens. En ik moet zeggen dat ik er eigenlijk niet heel veel meer omga met anderen die het er niet echt mee eens zijn. Nee. Die vallen dan toch een beetje af op het derde. Ze hebben dan ook, ook op andere gebieden een andere mindset, waardoor je dan toch weer minder contact krijgt en dergelijke. Ja. En dat, dat filtert elkaar een beetje uh, eraf, zeg maar. Ja. Maar werd er op, bij jou op school uh, aandacht aan besteed door de docenten? Op, nee, op. niet echt. Niet echt. Nee, mijn economiedocent, ik had een hele goede economiedocent, die besteedde er wel aandacht aan. Maar okay. verder ook niet echt. Er was ook een klasje, onze economieklas had zes personen ja. van de 40 of 50 zes uh, VWO'ers. Dus, nee. dus daar was er ook niet heel veel aandacht voor, nee. nee. Zo jammer. Ja, dat was jammer. Ik vind dat het een gemiste kans van scholen en van onze maatschappij dat we daar zo weinig tijd aan besteden. Ja, absoluut. Maar ik denk dat er een reden heeft waarom dat niet geleerd wordt op scholen. Want ik denk dus dat de overheid wil niet dat jij de overheid wantrouwt. Want dat ja. is eigenlijk wat je inherent zegt als je um, dat systeem volgt van op lange termijn beleggen voor jezelf. Ja, ja maar kijk, in principe de overheid doet het ook. Hè? Met ons pensioengeld wordt ook belegd. Op een iets andere manier. Maar uh, dus, dus de overheid is ook aan het beleggen. Het kan de overheid en ons als maatschappij, denk ik, heel veel geld schelen. Op het moment dat je jongeren, wij spreken, desnoods vanaf een geboorte een potje geld zou geven. Die je gewoon verplicht uh, om een ETF SP 500 wij spreken te kopen. Als je dat van een geboorte van iedereen zou doen hier in Nederland en de overheid zou dat geld aan steken, dan hebben we volgens mij helemaal geen pensioenstelsel meer nodig. Dan nee, exact. Uiteindelijk zou er een heel eind komen. Dus maar wat betekent dat? Dat betekent dat de overheid minder uh, macht heeft eigenlijk. Want dan hebben ze een pensioenstelsel eigenlijk gedecentraliseerd. Ja. Dan is dat niet meer nodig. Plus, dan is er heel veel minder. Uh, ja, die hele pensioenindustrie Die wordt natuurlijk ook allemaal geïnvesteerd in NGO's en weet ik wat allemaal dingen. Ja. Dat is een hele geldstroom. Als je daar gaat induiken, dat is. Uh, ja. Daar ben je een levenslo levensloop mee bezig. Dus, ja. ja, dat is ja, gaat een hoop geld van de pensioenpot, gaat naar de overheid voor de obligaties, hè, die de overheid ja. zelf uitschrijft. Goed, is een interessant uh, gedeelte. Um, maar je, je schopt dan in die zin voor jezelf een beetje tegen dat systeem aan. Ja. Is dat, uh, hoe, hoe kijken je, je ouders naar dat je dat doet? Ja, ze vinden het wel prima volgens mij. Ja, dat ja. aan ze gevraagd? Uh, nee, eigenlijk niet echt. Ja. Moet ik een keer doen. Ja. Hoe zou dat zien? Nee, volgens mij vinden ze dat prima. Ik bedoel, ja. uh, ik ben altijd aardig tegen mijn ouders en uh, ik zorg goed voor ze af en ja. toe, dus uh, ze vinden het allemaal wel leuk. Ja, dat, ja. dat, is, dat is mooi. Ja. En mensen in jouw vriendenkring zijn die jaloers op wat jij bereikt hebt tot nu toe, of hoe jij bezig bent met je businessbouw? Nee nee, 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 gelukkig niet. Nee, nee, ik heb sowieso uh, als ze jaloers zouden zijn, zouden ze denk ik ook niet echt mijn vriend zijn. Nee. Dus uh, ik heb best wel een kleine kring met uh, een paar hele goede vrienden die ik echt tot 10 plus jaar ken, 15 plus nee. jaar. En uh, nee, die zijn niet jaloers, die vinden het allemaal leuk. En die gebruiken het ook als inspiratie om ook zelf weer dingen op te gaan zetten. Ja, precies. Ja. Ja, want ik, ik had hier een tijdje geleden een andere jonge ondernemer. En die zei van ja, soms is wel moeilijk op het moment dat je zelf wat meer gaat verdienen. Dat mensen dan misschien ook wat meer aan je gaan vragen. Dat dat, dat, dat soms, ja, niet best dat mensen die meteen willen misbruiken. Maar het heeft altijd een, geld is toch een, ja, dat kan toch voor wat frictie zorgen in. Je bijvoorbeeld... corrumperend voor de relatie ja. met je vrienden. Nee, daar, nee, ik heb er geen last van eigenlijk. Nee, gelukkig nee. niet. Oké. Okay. En... Naar de toekomst kijken, meestal. Hoe, hoe zie jij over vijf jaar jou, jouw wereld eruit? Ben je er nog steeds actief op TikTok? Ik denk dat je moet. Uh, ik denk dat je actief moet zijn op TikTok tegenwoordig. Of misschien is het dan geen TikTok meer. Ik denk dat het verbannen wordt ook. Ja. Binnen vijf jaar, denk ik. Ja. Want? Maar dan is het misschien Instagram of Twitter, uh, video's en ik veel wat. Nou, TikTok is natuurlijk. De Chinese overheid dat was laatst al ja. een hele push van. Ja. Die uh, verzamelen al je data. Nou, hoe handig is het als de nummer één staatsvijand al je data heeft? Ja of de mogelijke opponent in uh, de derde wereldoorlog al je data van al je burgers heeft, dat is niet ja. echt handig. Dus nee. uh, dan, wat dat betreft snap ik ook prima dat ze het verbieden. Ja. Um, echt er niet de kans voor jou dan om mooie nieuwe software te maken als nieuwe Nederlandse TikTok, of Europese TikTok, hoe je het ook ziet? Nou, ik denk dat boksen tegen Zuckerberg en Musk een beetje een te grote opgave is, ja. wat dat betreft. Ja, dat denk ik wel. Je ja. ja, kan al proberen, toch? Ja, je kan het altijd <laughs> proberen. <laughs> Oké, okay, maar goed. Naast dat je dan als TikTok nog eens nog op TikTok actief bent, wat, wat ga je nog meer doen? Heb je plannen? Uh, ja, ik wil sowieso deze twee bedrijven uitbouwen en verkopen. Ja. Gewoon voor uh, tientallen miljoenen eigenlijk. Ja. Want dit zijn gewoon echt twee goede dingen. We hebben nu uiteindelijk echt na acht maanden development, allebei staan ze nu gewoon. Ja. Dus nu is het echt gewoon promoten, marketing, klanten aanhalen. Uh, misschien weer kapitaal ophalen, meer klanten aanhalen. En uiteindelijk wil ik het gewoon verkopen. Goede uh, sell-out zeg maar. Ja. Uh, ja, dat zou ideaal zijn. Ja, en binnen ik... vijf jaar? Nou, of niet per se binnen vijf jaar, binnen tien jaar ja. zomaar. Ja. Um, en dan wil ik gewoon vastgoed, uh, vastgoedbaas worden eigenlijk. Ja? Ja. Toch nog wel? Ook het vastgoedklimaat hier niet zo interessant is op dit moment? Ja, ik denk op lange termijn is het altijd wel weer interessant. Het komt altijd wel weer terug. Het gaat met golfbewegingen. Ja. Dat heb ik ook wel geleerd van, uh, van andere uh, vastgoedinvesteerders. Van, het is nu misschien niet zo heel goed, maar Hugo de Jonge gaat ook weer weg. Sterker ja. nog, die is nu weg. Ja, Gelukkig maar. Ja. Dus op een gegeven moment gaat het altijd wel weer beter. En er komt wel weer een mooiere tijd aan. Ja. En beleggen, dat blijf je wel doen. Ja, altijd. Ja. En doe jij nu, heb jij voor jezelf een bepaalde regel dat je, dat je naast alles wat je verdient altijd iets opzij zet? Um, ja, ik doe sowieso eigenlijk uh, 500 euro per maand S&P 500 altijd. Yeah. En bitcoin probeer ik ook erbij te doen. Alleen dat lukt niet elke maand. Zeg maar. nee, nou, ja, het lukt nee. wel, maar dan komt het niet uit. Of dan vergeet ja. je het een keer. Of, ja, dat kan je ook niet zeg maar, automatisch instellen. Zoals nee. bij die S&P 500 ja, lekker. daar dat... wordt gewoon afgeschreven. Ja, dan heb je er geen omkijken nee, naar. Nee, dan heb je geen omkijken naar inderdaad. En bitcoin moet je dan een beetje op letten. Ja. Maar uh, dat zijn eigenlijk twee dingen die ik altijd probeer te doen. 1000 euro per maand. En uh, dat is het. Ja, en daarmee uiteindelijk een soort passief inkomen ook weer voor later creëren. Ja, ja dat is gewoon eigenlijk uh, het safety net. Ja. Achter uh, als alles fout gaat, dan heb je dat nog. Heb je dat nog? Ja. Als je het maar blijft doen. Ja, dat, daar, zit, daar zit de key toch? Ja. maar ja. merk je dat, dat jongeren die daaraan beginnen, onder, uh, jij maakt zo'n filmpje, jongeren beginnen daaraan. Krijg je eens iets terug van: ik vind het moeilijk, of uh, ja, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen? Of, of valt dat mee? Ja, veel vinden het dan moeilijk inderdaad. Ze weten niet zo goed van waarom doe ik het eigenlijk? Van nee. hoe werkt het eigenlijk? Zeg ik altijd oké, okay, Google eventjes naar uh, DCA heet dat hè? He, dollar ja. Cost Averaging of ja. uh, sp 100 op een lange termijn. Of gewoon überhaupt indexfund investeren. Ga even een paar YouTube video's kijken. Lees misschien een boek erover. Ja. Um, kijk even een podcast van Warren Buffett of iets dergelijks. En dan ja. weet je al een hele hoop meer. Ja. Het is ook weer niet zo moeilijk. Het is geen hogere wiskunde of iets dergelijks. Nee, nee, zeker niet. Maar toch vinden mensen het vaak eng. Ja, klopt omdat je... We zijn van het huis vaak bang gemaakt met... Ja, beleggen, uh, kan je al je geld verliezen? Dat, is wat vaak ja, dat vind ik zo bizar. Dat ja. vind ik zo... Daar wil ik wel over zeggen. Dat ja. vind ik echt te bizar. Dat dat, uh, de overheid promoot dus wel staatsloterij en TOTO. En ze hebben Holland Casino's. Ja. En dat is allemaal gewoon goed. en mag je puur reclame voor zo. Ja. Geen banner, niks erbij. Hè? Nee. Helemaal niks. Zodra je zegt... Oké, okay, het zou goed kunnen zijn om... Op lange termijn de hele Amerikaanse economie te komen, want dat heeft de afgelopen 100 jaar altijd gestegen. Nee, nee maar dat mag je niet zeggen. Nee. Dat kan je al je geld verliezen. Ja. Maar als je al je geld verliest door te investeren in de hele Amerikaanse economie, of de hele Europese economie, ja. dan was je sowieso al de lul geweest als dat allemaal instort. Ja. Dat nee, het jij, hele systeem. Ik in. deel die mening 100% mee. Het staat helemaal nergens nee. op. Ik vind zelfs dat je bij geld lenen kost geld gaat zetten, dat geeft een beetje aan wat voor wereld we leven. Ja. Uh, en ik vind bij beleggen. Uh, ja, Weet je krijgt vaak ook producten de schuld in plaats van de belegger zelf. En dat is waarom wij educatie doen. Ja, het is een beetje hetzelfde als je iemand een mooie BMW koopt. Uh, die geef je uh, geen rijbewijs. Die rijdt ergens tegenaan. Dan zeggen we ja, die BMW is, is de fout van BMW. Ja. Ja. Uh, terwijl eigenlijk het ligt aan de bestuurder. Ja. Uh, en dat is bij beleggen net zo. Als je een product koopt. en je weet niet wat het product doet. en het gaat fout. kun je wel, re wel regels op gaan leggen aan degene die het product uitbrengt. Maar volgens mij moet je regels maken voor de mensen die ermee met het product moeten omgaan. Ja. En bij beleggen blijft het gewoon zo dat je geen verplichte educatie nodig hebt om te gaan beleggen met je geld. Terwijl anderen al, al, wat jij wilt gaan doen, gaan ze vragen... heb je een certificaat, heb je een papiertje, heb je een opleiding gedaan? Ja, dat, dat vind ik uh, verbazingwekkend. Nou ja, ik vind het ook alweer het, is ook alweer het spel, snap je? Dus als jij uh, dom erin gaat, zeg maar, zonder educatie of dus dergelijks... Ja. je gaat afgestraft worden. Ja. Je gaat je geld verliezen gewoon. Dus wat dat betreft, dan weet je... oh, ik heb iets fout gedaan, misschien moet ik dan even iets meer gaan inlezen. Ja. En dan de volgende keer kom je weer sterker ten tentenelen. Ja, dat, dat is, eh, op het moment dat je jong ben, het gaat om twee, drie tientjes, eh, wij spreken. Maar op, eh, dit gebeurt ook met mensen die hun bedrijf verkocht hebben, die dag en nacht gewerkt hebben, elke euro omgedraaid hebben, 60 jaar lang, wij spreken. Ja, maar hoe kan je dan, als je dat hebt gedaan, en dan niet jezelf even inlezen? Nee, dan geeft ze geld niet. zo aan iemand en dan zegt ze, dan gaat het voor mij maar beheren, zonder dat ze precies weet wat er gebeurt. Ja, ik, nou, dat begrijp ik sowieso niet. Nee, dan. ik begrijp het ook niet, maar het gebeurt. En het gebeurt niet bij één iemand, het gebeurt bij duizenden mensen. Maar ik ben dan dus ijskoud en vind... Dan hadden ze zich beter moeten inlezen. Dan is het een eigen fout dat ze zich niet goed hebben voorbereid. Dan ja. verdienen ze het ook om te verliezen eigenlijk. Ja, maar het zijn ook de verhalen die verteld worden die niet altijd helemaal kloppen. Dus het is ook een beetje het plaatje voor geschetst wordt. Hey, ja, kijk. als je dat ingelezen had, je daar doorheen kunnen prikken. Ja. ja, maar dat is dan een beetje de luiheid van de mens. Ja, ja dat is altijd <lacht> luiheid. <lacht> Mensen zijn echt extreem lui. <laughs> dat is echt niet normaal. Ja. Ja. Wat, 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 hoe ziet jouw dag er normaal uit? Je bent nu hier, maar wat, wat doe jij normaal op een dag? Uh, ik word nog wel wakker, uurtje of zeven, uh, half acht, ga ik naar de sportschool gelijk. Ja. Dan uh, heb ik dat gelijk achter de rug. Ja. Dan ga ik even werken. Uh, Lunch is middags gewoon, verder uh, werken of uh, vaak nog een afspraak of iets dergelijks. Ja. Uh, avond eten en dan gewoon uh, relaxen. Ja. En soms uh, s'avonds nog even doorwerken. Vind ik vind ja. het wel lekker s'avonds. Uurtje ja. of twaalf, lekker rustig. Ja. Ja, even knallen inderdaad. Ja. Herkenbaar, herkenbaar. Ja. Okay. Als jij uh, jongeren drie tips zou mogen geven voor hun toekomst... Of wat jij geleerd hebt, of wat jij denkt dat belangrijk is. Wat, wat zouden die drie dingen dan zijn? Op beleggersgebied? Ja, of, of? gewoon algemeen mag ook. Algemeen, oké. Okay. Sowieso altijd kritisch nadenken en trek alles in twijfel wat je ziet. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld wat jij net zegt met die mensen die bedrijven hebben verkocht. Als je niet in twijfel trekt dat de man naast je zegt: Oké, okay, ik ga 20% van jou verdienen, ja. dan ben je alles kwijt. Ja. Dus uh, denk sowieso met alles kritisch na. Uh, Streven tot het haalbare na. Ja. Sowieso. Uh, en uh, investeer je geld. Ja. Want laat je geld gewoon voor je werken. Want de euro wordt alleen maar minder waard. En uh, op een gegeven moment, denk ik ook met die CBDC's. dat het er nu aan gaat komen. dan wordt het ook een soort digitale gevangenis. Ja. Dus als je daar niet buiten kunt gaan staan. dan ben je gewoon. Uh, ja, dan zit je vast. Ja. Dus je moet er eigenlijk voor zorgen. dat je rijk wordt de komende tien jaar. Zo zie ik het echt. Ja. Ik weet niet, heb, heb jij, zie je een toekomst. voor je dat je zelf al kinderen krijgt? Ja, absoluut. Zeker, ja. ja. Ga je dan vanaf jongensmaan ook voor je kinderen investeren? Voor mijn kinderen, ja. Of ga je ja, kinderen wachten totdat ze een bepaald leeftijd hebben en dan ze laten zien dat ze? Ik ga ze denk ik zelf laten doen. Ja. ja. Ik weet niet of ik voor hen ga investeren, want dat vind ik dan dan investeer je voor hun. Bijvoorbeeld uh, 500 euro per maand. Ja. 18 jaar lang zijn ze 18, hebben ze ineens drie ton. Ja. Maar ja, waarom moeten ze? Ja, je zou ook. Ik uh, 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 Je niet. zou ook 50 euro kunnen doen. Hè? Ja. ja oké, okay, okay, dat kan maar. ook. Of niet, of niet, of niet, of niet, of niet, of niet 500 euro. Nee, oké, okay, maar. Ik heb er nog niet over nagedacht. Dat vind ik wel een dilemma, inderdaad. Want aan de ene kant, het is misschien slecht als zij beginnen met een heel groot startkapitaal. Omdat ze geen uh, mogelijkheid van falen hebben eigenlijk. Ja. Dus je moet eigenlijk beginnen vanaf de bodem. Dat is het beste, toch? Ja. Aan de andere kant, als je begint met een startkapitaal en je kan alsnog uh, gemotiveerd zijn om het goed te doen, zeg maar. Zoals ja. Donald Trump bijvoorbeeld heeft gedaan. Die is begonnen met een miljoen en die maakt er 4 miljard van. Ja. Dat is natuurlijk veel beter dan wanneer hij met nul was begonnen. Dan was hij misschien uitgekomen op 4 miljoen of iets dergelijks. Ja. Dus ik weet niet. Ik moet daar nog over nadenken. Ja. Ik denk dat dan misschien toch investeren vanaf de geboorte is. Want ja. met goede discipline kan je dat wel aanleren. Dat ze dan niet uh, het gaan verkwanselen. Ja, ik doe dat voor mijn kinderen. Vanaf de geboorte ja. ben ik begonnen met 50 euro per maand gewoon. Meer van, oké, okay, dan heb je straks als je 18 bent de keuze. Dan kun je of het geld eraf halen. Of je gaat die 50 euro per maand tot je 65, de wijze spreken, doen. En dan heb je gewoon je pensioenpot. Dus dan kan ik ze zelf de keuze geven. Ik hoop dan natuurlijk dat ze gewoon... Zo zou wijs zijn dat ze zeggen, oké, okay, ik ga die 50 euro per maand gewoon doorinvesteren de rest van mijn leven. En het liefst elke maand nog wat meer doen, want dan ben je misschien op je 50ste of 45ste ja. klaar als je gewoon in de niet zou gaan. Ja, ja of eraf halen en een onderneming beginnen. Dat, dat kan dat, een dat, hogere ROI hebben natuurlijk. Dat, dat kan, ja. ja. Cool. Mees, ik wil je heel erg bedanken dat je hier uh, wilde komen. Ik vind het knap dat je op jonge leeftijd al dit soort dingen allemaal aan het doen bent. Dat je twee bedrijven aan het bouwen bent met de visie van, oké, okay, dat wil ik gewoon miljoenen aan gaan verdienen in de komende jaren. Ik gun het je van harte dat het je ook lukt. Dank je wel. Dan al. kun je nog heel veel meer mooie auto's kopen. <laughs> ja, rijden. Die komen echt. er zeker, ja. ja, ja, ja. En um, nou, ik hoop dat we zo meteen na het gesprek nog een beetje wat van je mag leren over TikTok. Ik vind het ook uh, verbazingwekkend hoe dat werkt. En hoe, de, hoe, hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Dat je gewoon een beslissing hebt genomen. Oké, okay, hoe kun je snel rijk worden? TikTok. Ik ga me verdiepen in TikTok. Ik ga gewoon kijken, oké, okay, ja. simpele stappen, niet het wiel zelf uitvinden. Ik ga gewoon doen wat anderen do doen, alleen nog beter. Ja. En op die manier uh, gewoon uh, een mooie start voor jezelf heb kunnen maken. Want ga je nog, ga je nog een studie doen of heb, heb je naast dat je... Ik heb al een uh, bachelor diploma van de Universiteit Leiden heb ik afgerond en okay. ben nu bijna klaar met mijn master. Dus ik ga mijn scriptie schrijven in uh, september en in januari uh, ben ik klaar. Oh, cool. Ja. En dan mag je... Uh, je diploma ophalen en die gaat in de kast en dan ga je verder ondernemen. Ja, precies. Toch? Dan ben ik helemaal, heb ik uh, het universiteitsgedeelte ook afgerond. Yeah. Is dat ook mooi, uh, mooi geweest. Ja. En dan uh, kan ik eindelijk doen uh, fulltime waar ik zin in heb. Cool. Nogmaals bedankt. En uh, nou, wie weet tot de volgende. Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.